Hallo mensen, daar zijn we weer. En zoals je weet ben ik makelaar. Ik vind het persoonlijk jammer dat er een beetje een algemeen beeld heerst over makelaars, wat niet heel erg positief is. Snelle jongens, oplichters, niet altijd even betrouwbaar, snel geld verdienen, hele dagen koffie drinken, een beetje hoeren met de mensen. En ja, we gaan nu onderzoeken of dat beeld daadwerkelijk wel klopt. Als ik zeg makelaar, wat is het eerste wat in jullie opkomt? Huizen verkopen. Huisverkoop. Huisverkoop. Huizenverkoop en taxeren. Betrouwbare mensen. Zijn het vlugge jongens? Nee, vind ik niet. Absoluut niet? Nee, vind ik niet. Nee. Ik hoop wel dat ze betrouwbaar zijn. Nee, gewoon redelijk betrouwbare mensen die gewoon hun vak proberen uit te oefenen. Ja? Dat heb ik. Oké. Nou, dat is het verleden ook gehad. Dat is fijn om te horen. Nee, heel fijn. Okay. Dankjewel, fijn dag verder. Wat denkt u dat een makelaar de hele dag doet? Huis bezichtigen, taxeren. Ja, langs gaan bij de huizen, mensen rondleiden, dat idee. Wat doe je de hele dag? Ik denk, huizen bekijken. Kijken wat de klant wil. Daarvoor gaan zoeken. Gelukkig is er een iets positiever beeld dan wat we in eerste instantie hadden verwacht. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dat blijkt ook wel uit de positieve beoordelingen die wij als makelaarskantoor ontvangen. Uiteraard zijn we daar ook heel erg blij mee. Heb jij nou verkoopplannen? We helpen je natuurlijk graag met volledige aandacht en op een ongedwongen wijze naar een optimaal resultaat. De groeten!